Welkom bij Reactor, aflevering 12 alweer. En ja, we gaan zo het hele seizoen door tot ergens half juli of zo. Dus we hebben nog even te gaan. Aan tafel nu carnaval, alaaf, alaaf, want het komt steeds dichterbij. En voor de mensen die het graag willen vieren, ja, het bloed dat kriebelt al natuurlijk. Pronkzittingen allemaal al bijna geweest. Ude nog, de prins. En nou ja, dan is het helemaal compleet. Hier te gast aan tafel, JB en Berry Thomas. Welkom heren. Berry, jij bent voorzitter van carnavalsvereniging Kuusegatters. Ja. En JB is gewoon alles in Veghel met de carnaval. Met carnaval ben ik alles, ja. Nee, naar voren geschoven vanuit de carnavalsvereniging om mee de tent op te gaan zetten. Ja. Daar invulling aan te geven. Ja, want daar gaan we het ook een beetje over hebben. Hè. Ja. Eerst even aan de voorzitter. Ja, hoe is carnaval vieren in Veghel? Ja, groot feest. Ja. Groot feest, maar je merkt wel dat de laatste jaren wordt het wel minder. En dat was voor ons ook wel een reden om te zoeken naar een mogelijkheid om een nieuwe impuls te geven. En dat is eigenlijk de reden waarom we die tent ook begonnen zijn. In Veghel missen we toch wel zeg maar dat residentie-idee, een eigen residentie. Dicht bij de horeca. En dat hebben we vorig jaar dan voor het eerst gedaan. En dan merk je dat dat echt weer nieuwe impulsen geeft. Ja. En dat het dan toch weer meer gaat leven. Ja, hoogtepunt uit Veghel is natuurlijk ook altijd natuurlijk Vuurdelfeest daarvoor nog. Ja. En nu dus de tent op de markt, de optocht ook altijd heel groot, kinderoptocht erg leuk ook altijd. Ja. Maar de tent, dat is niet zo helemaal nieuw, want dat was vorig jaar ook al. Ja. Wat gaat er dit jaar gebeuren, JB? Nou, we hebben eigenlijk twee soorten van programma. We hebben een vast carnavalsprogramma, wat alle dagen in de tent gehouden wordt op zaterdag. Sleuteloverdracht en we hebben 's middags de prijsuitreiking van de kinderoptocht. Hetzelfde geldt eigenlijk voor zondag beginnen we met het freeshoppen naar de kerkmis en daarna hebben we de uitreiking van de grote optocht. Maandagmiddag Kusemoontaak, groot evenement, flink wat artiesten ook. En wat nieuw is dit jaar is dat we ook op dinsdag de tent hebben staan, dat was vorig jaar nog niet. En op dinsdag hebben we het afscheid van Prins Peer de Zesde. Ja, even over Kusemoontaak, hè? Wat is dat nou precies? Dat klinkt een beetje Duits, maar... Ja. Berry? Ja. Nou, maar ja, ken je weer afdruids? Ja, dat is een beetje, natuurlijk een beetje afgekeken van de Duitse Oktoberfesten natuurlijk. Hè. Ja. Dus we hebben daar vooral veel foute Duitse artiesten. Danny Christian achter je mensen. Ja, Danny zelf kon niet, maar we hebben wel... De broer van. God weet die man ook weer. Karel Christian. Oh. Nee, een hele mooie naam. Torsten van Liepen-Biesterveld. Oh, de broer van. Ja. Oh, dan weet ik al denk ik wie dat is. Ja. Hij komt uit Nijmegen. Nee. Dat maakt niet uit. Nee, hij komt uit, deze komt echt uit Duitsland, uit Mönchengladbach. Oh. En we hebben de Tiroler Teufel, die hadden vorig jaar ook. Duo. En ja, dat is gewoon een groot feest. Mensen echt op de banken. En dat is ook de bedoeling van Dokter. Simpel, vermaak, gewoon veel Duits slager, melal muziek en op de banken en groot feest. Ja. Voor de jeugd, is er eigenlijk ook iets in de tent te doen? Ja, absoluut. We hebben op de vrijdagavond een heel groot feest. Dat is vorig jaar de tent voor het eerst ook voor het eerst een feest voor de jeugd gehad. 13 tot 18 jaar. Zonder alcohol natuurlijk. Mm-hmm. En full moon party met samenwerking 538. Dus die komen met DJ's, één groot feest vorig jaar uitverkocht. En volgens mij is het op dit moment ook nagenoeg uitverkocht. We hebben nog bijna 2 weken, maar het is krap aan. De Kuusegatters hebben natuurlijk ook een invulling gegeven aan alle avonden. Zaterdagavond hebben we de band Request Live. Ja. Een band die nagenoeg 5000 nummers in zijn repertoire heeft. En u roept wij spelen. Oh, dat is altijd wel fijn vanavond. Ja, nee, dat is een heel erg leuk concept. Op zondagavond hebben we de Dirty Daddy staan. Wat zijn dat dan? De Dirty Daddies is een feestband, spektakelband, vuurwerk, serpentines, rook, noem maar op. En die spelen in 2 uur tijd de totale top 2000. Oh. Van Borsato tot Kiss tot noem het maar op, ze spelen het. En op maandagavond hebben we Jumbo Jack. En dat is precies? Ook een coverband. Het zijn vooral de feestbands die we hebben uitgenodigd om de avonden kleur te geven. Ja. Vind ik gezellig. En dan heb je ook nu de kuusverbranding natuurlijk, hè, op het eind van de rit. Ja. Maar dat was eerst ook altijd op de markt. Klopt. Ja. En hoe doen we dat nu dan? In de tent? Of? Lekker warm. Ja, nee, het motto van carnaval dit jaar is we draaien het om. Ja. Dus Peer draait alles om. En dat betekent waar wij normaal liepen van het Meijerijplein bij de boom. Ja, ik weet het. Naar de markt. Regelmatig bij geweest. Naar de markt draaien we het om. Dus we stellen op bij de markt, oude raadhuis. Ja. Vandaar lopen we terug uit. Nou, we gaan niet terug uit lopen, maar we lopen de route terug uit. Naar het Meijerijplein, daar is de kuusverbranding. En vandaar gaan we naar het Julianapark voor het traditionele vuurwerk. Nou, hartstikke mooi. Dus, mooi het komt allemaal goed. Natuurlijk zijn wij ook bij de carnaval weer aanwezig.
En ik heb gehoord dat Toosk ook naar de optocht in Veghel gaat, geloof ik. Ja, en al onze andere collega's gaan naar Keldonk en dan zei het er niet. Dus de hele gemeente komt helemaal goed. We gaan het ook allemaal weer verslaan. En jullie heel veel plezier met carnaval. En ja, succes. Dankjewel. Zo, en nou, wat schetst mijn verbazing, wie hier ook is, bij onze Annemarie, Paula van Hout. Dag Paula. Ja, daar hoef je niet zo verbaasd over te zijn hoor. Hé, hey, maar doe je... Al jaren toevallig. Waar, hey, maar waarom ben je aan het bewegen eigenlijk? Ook omdat je het belangrijk vindt? Omdat ik een zittend beroep heb. Net als ik eigenlijk. Ja, en in de genen zit... zwaarlijvigheid in onze familie. Ik heb een te hoge bloeddruk, zittend beroep, nog pubers, dus ik moet fit blijven. Ja. En hoe lang per week sport je eigenlijk? En kun je ook eigenlijk vertellen aan de mensen thuis waarom het zo belangrijk is dat je gaat sporten? Nou, ik probeer 3 keer in de week te gaan, dat is veel. Ik ben blij als het 2 keer lukt. En belangrijk, ja, spreek voor zich, hè. Hoor mij nou maar eens puffen. Ja, maar dat wil dus niet zeggen dat het dan verkeerd is, dus dat je puft. Nee, ik ben iedere keer als ik geweest ben, dan ben ik blij, omdat ik het verschil voel. Ja, en nou moet ik zeggen, ik zei tegen Annemarie dat ik dat dus niet zou voelen, maar ik ben nu 1,5 week dus echt bezig met bewegen, met lopen alleen, hè. En ik zing, dat weet je ook, hè. Maar ik heb vandaag voor de carnaval leaders opgenomen voor Tooske. En het ging vloeiend. Ik heb normaal nooit dat ik in 1 take iets op kan nemen. Ik moet altijd inprikken. Dat klinkt dan een beetje achterlijk, mensen thuis. Maar dan prik je in om een toon langer aan te houden. En vandaag ging dat dus gewoon in 1 roets. Ja. Dat is onbegrijpelijk, hè? Nou, dan heb je meer lucht waarschijnlijk. Je bent fitter. En dan kun je beter focussen. Gewicht. Nee, dat doen we niet, hè? Ja, doe maar gewoon stoor. Ja. Hoeveel hard gaan we? Ik ga rustig beginnen. Oh, niet zo wanstaltig hard, hè? Nee, joh. Ja, zo hard loop ik niet, normaal gesproken. Zo hard niet zoals we nou doen? Nee. Ja, je moet wel flink doorstappen. Je zit nu op 4 kilometer per uur. Jullie hebben toch geen medelijden met hem, hoop ik, hè? Oh. Ja, die cameraman die staat dan maar weer gewoon. Nee, maar ik bedoel de kijkers thuis. Oh. Ja, we gaan gewoon lekker stappen en het is een hele goede activiteit. Als het buiten niet kan vanwege de weersomstandigheden, is iedereen van harte welkom om binnen te komen lopen. Maar buiten is natuurlijk eigenlijk beter in de frisse buitenlucht. En er zijn ook bewijzen dat als je minimaal 30 minuten per dag daglicht ontvangt, dat daar de depressiviteit afneemt en mensen ook minder kans hebben om depressief te worden. Ja, en u heeft het gezien, hè? Nou, er is al heel wat kilo en centimeters af en daar ben ik heel blij mee. En we gaan door, dus ja, het begint steeds meer plezierig te worden in bewegen. In de volgende week dan kunt u kijken hoe andere kandidaten die dus meedoen met dat PIP-project, ik ben er al een aantal weken mee bezig, daar gaan we ook met de mensen een beetje kennis maken zo, en kijken hoe het hun vergaat. En uiteindelijk is de bedoeling dat heel de regio gaat afvallen. Want zoals Annemarie al zei, dat er 52% overgewicht was in heel onze regio. Dus, maar dan gaan we aan Ruben vragen. Want Ruben, jij hebt er ook van alles mee te maken met gewicht, overgewicht, geen gewicht. Ja, klopt. Ja, want jij bent van Fitland. Ja. Ja, het grote nieuws is eigenlijk, jullie gaan verhuizen. Ja, ja, we hebben op dit moment een sportcentrum aan de Udenseweg, vlakbij de gemeentewerf. Ja. Voor ongeveer nog 3 weken. En dan pakken we onze spreekwoordelijke dozen in en gaan we naar de vluchtoord.
Eigenlijk aan de kant waar de Wintermediagroep zit, ja. In die richting. Ja, want het is wel een heel gedoe, denk ik, om dat allemaal te verhuizen, al die apparaten. En, ja, gelukkig hebben we daar wel een partner voor die met wat vrachtwagens komt helpen. Ja. Maar dat wordt een behoorlijke klus, maar tot dusver liggen we op schema, dus ik ben tevreden. Even over het bewegen. Zijn er elk jaar nieuwe trends in fitnessland? Ja, zeker. Leuk dat je daarover begint. Want ja. De fitnessbranche is een van de meest snel ontwikkelende branches die er is. Als je kijkt 5 jaar geleden, 10 jaar geleden, dan zag dat er heel anders uit dan nu. Mm-hmm. En ieder jaar komen daar nu nieuwe dingen bij. Ja, op dit moment zie je echt personal training terugkomen. Crossfit in zo'n oude loods met allemaal oude kettingen, zoals je het vroeger zag. We gaan weer een beetje terug naar de basis. Dan moet je even uitleggen. Kettingen in een loods. Dat, ja. Daar ga ik heel raar bij denken als ik dat hoor. Nou ja, zwart-wit gezegd. open een garagebox. Ja. Hang daar wat bokszakken in. Zet er wat oud ijzer in, zeg maar. En het is hot. Het is enorm hot. Je vindt op elke hoek van de straat tegenwoordig, zeker in de grote steden, vind je dit soort boksen. En men vindt het erg leuk. Ja. Wat ik vaak hoor, ik kijk ook naar mezelf, je gunt de tijd er niet voor. Kijk, nu zit ik ergens aan vast, dus nou moet het. Maar als dat niet was geweest, had ik misschien alweer afgehaakt. Wat is nou eigenlijk een goede tip om toch die spirit erin te houden? Want wat ik net zei, die 52%, dat is geen grapje, dat is echt waar. Dus iedereen in heel de omgeving is gewoon, het is 52% overgewicht. Dat is best veel. Ja, je ziet het probleem bij kinderen ook opkomen. Ja. Terug naar je vraag, wat is dan een goede tip? Je hebt tegenwoordig trainingsconcepten die korter duren. En waar het fungehalte heel erg belangrijk is. Okay. Ja, waarom is dat fungehalte zo belangrijk? Met fungehalte creëer je intrinsieke motivatie. Het moet vanuit jezelf komen. Mm. Kijk, die personal trainer, die is uiteindelijk de coach. Maar die doet het niet. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Je gaf zelf aan van ik loop hier trappen op en af in het gebouw om te trainen. Dat moet je zelf doen. Mm. En dat doet niet die coach voor je. Die coach is puur een stimulans. Dus die trainingsconcepten van maximaal 30 minuten, waarbij het fungehalte heel hoog is. Een van die concepten die ook wij aanbieden is function. Dat is een soort playground voor volwassen mensen met allerlei kleuren. Mm. Muziek is ook afgestemd op de doelgroep. Ja, dan zie je dat mensen er plezier in gaan krijgen. En doordat ze plezier krijgen, gaan ze vaker komen. En als ze vaker gaan komen, halen ze resultaat. En dan houden ze het ook langer vol. Precies. Nou, ondersteun het met een stukje advies op voeding. Want ik gaf net aan ook van 70% is voeding en 30% is bewegen. Mm-hmm. Heel belangrijk. En daarboven hangt nog een stukje rust. 70% is voeding. Ja. En maar 30% bewegen. Ja, maar het een kan niet zonder het ander. Want dan zou je misschien zeggen van nou, dan pak ik alleen maar mijn voeding en het bewegen laten zitten. Ik was alleen maar blij. Nou, exact. Nee, het is echt het is een drieluik voeding, bewegen en rust. Ja. Maar in voeding, daar zitten bepaalde stoffen waardoor je bijvoorbeeld depressief kan voelen, fitter kan voelen. Dat is dan de tegenpop. Als mensen dadelijk meer informatie willen voor jullie Fitland, waar kunnen ze terecht? Dan kun je misschien even naar de mensen thuis. Ze kunnen naar www.fitland.nl/Uden. En vanaf maandag 23 februari zijn we definitief verhuisd aan de vluchtoord 5A in Uden. Ja. Nou, hartstikke leuk dat je er was. Blijf even zitten, want bij het vlooien stoken, als je daar naartoe gaat, dan moet je ook een hele klim maken. En ik moet meestal aan het zuurstof als ik boven kom. Ben benieuwd. Maar ja, dat is echt waar. Karin van der Ven, welkom. Dank je. Het vlooien stoken. Eigenlijk hoef ik niet meer uit te leggen wat het is. Maar voor de mensen die net in de omgeving wonen, vertel het eens even. Wat is het? Ieder jaar na de carnaval op zondag is er een groot soort vreugdevuur op Bedelf bij de pier. En dat wordt al jaren gedaan. Ieder jaar is dat in een thema. En mensen die kunnen daar naartoe komen om klokslag 8 uur, dan gaat boven op de berg meestal de vlam in de takken die we tegenwoordig verstoken. Vroeger was het zo dat mensen hun beddenstro naar de berg brachten, in teken een beetje van de verwelkoming van de lente. En ze bedachten toen dat er toch wel heel veel ongedierte en onder andere vlooien in het beddengoed en in de matrassen zat. En dat werd opgestookt en op vlooien stoken. En dat werd meteen de lente ingeluid, zeg maar. Ja. Net na de carnaval was dat. Ja, zondag na de carnaval. Ja. Ja. Nu is dat al jaren natuurlijk, hè? Vlooien stoken is ook bijna niet meer weg te denken. Degene die daar heel veel mee te maken heeft gehad is Dorrie Arts, helaas overleden.
ja, hoe gaat dat nu verder? Ja, nou, wij zijn met de commissie bij elkaar gekomen en hadden zoiets van, we moeten dit gewoon door laten gaan. Zeker de ook, fik erin, zou ze dat de zeggen. De fik erin, ja, 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 ja. En wij hebben dit jaar als thema gekozen het vuur van wensen. Vorig jaar hadden we ook al een boom staan, eerst bij de ijsbaan en daarna bij Gasterij de Pier. Mensen kunnen daar linten ophangen met hun wensen erin. Die wensen die dragen wij ook weer samen met de mensen die komen naar boven. En we hebben ons programma een beetje in teken gezet van een ode aan Dorrie. Mm-hmm. We hebben het gilde gevraagd om daar met hun tromgeroffel en hun vaandelzwaaiers ook iets te doen. We hebben jou gevraagd om een paar liedjes te komen zingen, ja, op het terras. En dat doe ik voor Dorrie. En dat doe jij natuurlijk. Ja, natuurlijk. De meeste mensen die we gevraagd hebben en met de achtergrond van een ode aan Dorrie, die waren allemaal heel enthousiast meteen. Want het begint eigenlijk om 6:30 verwachten we iedereen op het terras. Niels Swinkels komt natuurlijk, die is ook lid geworden. Ook een kanjer. En die is ook lid geworden van onze commissie, daar zijn we ook heel blij mee. De Uurse Vrollies komen, die komen zingen. En dan om ongeveer 7:45 gaan we naar boven in optocht met iedereen die er is. En bovenop de berg, dan wordt natuurlijk weer het Uurse Volkslied gezongen. En het lied van Bedaaf, van We zijn een lange winter zat. En om precies 8:00 gaat de fik erin. En daarna is iedereen welkom terug in het café om het lentefeest te vieren. Ja, dat is in het kort dan het programma. Hè. En, ja, ja, dat gaat dus allemaal gebeuren dus het weekend na carnaval. Ja, 22 februari. 22 februari. Voor de mensen die dat graag willen zien. Het is gratis toch, hè, Karin? Het is gratis, ja. Iedereen kan daar gewoon iedereen naartoe. Kan komen. Wij vinden het ook heel leuk als mensen hun kinderen meebrengen. Want het moet ook iets van ons worden en blijven ook een beetje. En we zijn bezig om het op de UNESCO erfgoedlijst te krijgen. Okay. Over 2 weken is daar een bespreking met Adriaan Sanders. En de formulieren hebben we al binnen. Dus ja, daar gaan we voor. Ja, het moet gewoon door blijven gaan. Ja. Eigenlijk voor Dorrie ook. Vind ik ook. Vind we ik moeten ook. Het gewoon door blijven, ja, doen, toch? Ja. De fik moet, ja, erin blijven. Ja. Ja. Ook over 100 jaar. Vind ik en ook. Daarom moeten de kinderen het, ja, eigenlijk door. Ja, daarom. Precies. Daarom is het leuk als de ouders hun kinderen meebrengen. Dat ze het zien. Kinderen vinden het over het algemeen heel leuk om, ja, zo'n groot vuur te zien. Komen ze niet meer zo vaak tegen. Nee, nee, want het is enorm, hè? Dus het is, ja, het is echt maar heel enorm. De sfeer is ook altijd heel, ja, apart, vind, ja, ik. Ja. En zeker bij, ik ben er ook een aantal keren geweest. Ja. Dan, en, ja, het is donker en je bent met elkaar samen en, ja, dan komt dat vuur en dan, ja, is het warm. En, ja, dan, nou ja. Ja, het is ook heel mooi als je zo, ja, die berg oploopt en, ja, dan al dat vuur, die fakkels. Ja, en, ja. Ja, het ziet er gewoon ook heel sprookjesachtig uit, ja, en ja, dat willen wij ook graag zo houden. Oké, okay, nou, 22 februari, met z'n allen naar Bedaaf, de berg op. En dan wordt het één groot feest, het Vlooist ook. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En dan is weer de hoogste tijd voor wat er in Markant Uden op de planken staat. En we hebben Teun hier weer aan de tafel. Teun, yes, welkom jongen. Dank. Dank. Wat gaan we doen, Teun? Waar gaan we ons mee verblijden? We gaan beginnen komende week met Huub Stapel. Ah, vrouwen komen van me. Oh nee, dat is niet meer, hè? Nou, je zit best wel warm eigenlijk. Want maar die man die heeft dat al 4 seizoen of zo, of misschien wel 5, gespeeld. En, ja, het is elke keer uitverkocht. Ja, ik begrijp dat niet. Dus wat doe je dan? Gemaakt, wat, ja, doe je dan als het heel goed gaat? Maken. Dan ga je er nog één maken. Maar dus dan een vervolg. Een vervolg. Dus het is mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Maar dan deel 2. En hij noemt dat dan Huub MV Kwadraat. Oké. Okay. Dus dat is zijn nieuwe show. En ja, die krijgt ook weer lovende recensies. En dat die show die benadrukt dus ook weer de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus dat is vooral een leuke show, zeggen ze dan, als je met je vrouw of je man er naartoe gaat. Ja. En dan is het een beetje strijden eigenlijk, hè? Want ja, klopt dat dan wat hij zegt ten opzichte van de vrouw of ten opzichte van de man? Ja. Dus ja, vooral veel lachen en elkaar een beetje voor de gek houden daarmee. Ook om na de rand nog wat na te buurten natuurlijk. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Altijd gezellig.
En dan een dag daarna, dan hebben wij Riv Morris samen met Eefje Polman. Ja. Nou, die is volgens mij al in de teaser voorbij gekomen in de eerste aflevering waarin wij verschenen. Nou, dat wordt dus een benefiet voor het KWF. Mm-hmm. Riv Morris die heeft net een nieuwe cd gelanceerd, Sans Frontières. En hij zingt dus ook in het Frans heel veel. En dat zijn allerlei stijlen eigenlijk gemixt, dus dat is best uniek. En hij gaat wat nummers van die cd tegen horen laten brengen, samen met een band. Ja. En Eefje Polman ken je misschien van de band Broadway, nou, een hele goede zangeres ook, die gaat ook meezingen. Dus ja, dat wordt eigenlijk gewoon een mooi feestje voor het goede doel. En daar gaat dus ook een groot gedeelte van de inkomsten naartoe. Dan, een dag later, hebben we The Night of the Knoeris. The Night of the Knoeris. Dus daar gaan we eigenlijk weer met carnaval aan de gang. En ja, dat is het Grand Gala van de Udense carnavalsfestiviteiten. En daar komt dan het kapel van de Koninklijke Landmacht, moet ik zeggen. Luchtmacht. Nou ja, dat is een kapel met heel veel kwaliteit. Iedereen die daarin speelt, die heeft conservatorium gestudeerd en is daarin afgestudeerd. Nou, dat zijn allemaal beroepsmuzikanten, dus die kunnen er wel wat van. Het thema is Hollywood, dus zij gaan ook heel veel filmmuziek spelen. Dus dat is heel erg herkenbaar en dan wordt ook weer genieten geblazen. En ja, het is carnaval, dus het is de bedoeling dat je dan ook een beetje in stijl verkleed komt. Dus Hollywood-stijl, dus... Als wie zou jij verkleed gaan? Ja, dat is een goede vraag. Marilyn Monroe misschien? Ja, bijvoorbeeld. Ik weet het niet. Marilyn Monroe. Okay. Ja, maar dat zou kunnen. Dit kan ik allemaal. Ik heb geen cup zoveel, hè? Dus dan moet ik nog even... Kun je allemaal regelen, dat is heel makkelijk te doen. En natuurlijk krijgt dan degene die dat het beste heeft gedaan, die krijgt een Oscar, geheel in stijl. Kijk. En er is natuurlijk ook weer een afterparty in het kader van zo doe de dag, gaan we er gewoon tegenaan. En dan komt Noah, ook gewoon een faceband die je natuurlijk kent. En dat wordt ook heel mooi. Teasertje? Wat vind je van deze teaser? Nou. Toen was Neuken nog gewoon. Het wordt met de hier. Wat is dat voor iets? Misschien ken je de Bloeiende Maagden. Ja. Die hebben heel veel shows gemaakt en doen dat eigenlijk al jarenlang. En die zijn er 5 jaar tussenuit geweest. En dit is eigenlijk weer hun eerste show waarmee ze op de bühne staan. Dus die komen in onze theaterzaal en dan gaan zij dus de show Toen Neuken nog gewoon was spelen met z'n tweeën. En nou, dat wordt dus een show over relaties ook weer, maar dan ietsje absurdistischer. Allerlei verschillende relaties, met ook wel een boodschap om nog even over na te denken naderhand. Ja, als je naar huis gaat, dan toch met een goed gevoel de deur uit. Ja, precies. En er zal ook wel weer wat te ruzieën zijn, want onder andere een grap die ik even heb opgeschreven nou, is... Vertel de grap is. Waarom aai je de hond wel en mij niet, zegt dan een vrouw tegen de man. En dan is het antwoord, die hond die houdt zijn bek tenminste. Goed. Om een klein beetje een idee te krijgen. Ik denk niet dat alle vrouwen nou echt blij met je zijn. Weet ik niet, maar ja, van de andere kant komen die grappen natuurlijk ook. Hè. Dus het is per vuur over en weer. Ja. Dus ja, ook weer een heel erg leuke voorstelling. En die moet je gaan zien. Nou, voor meer informatie, waar kunnen de mensen naartoe? Markantude.nl of kom gezellig even binnenlopen. Bedankt voor de komst weer. Graag gedaan. En wij zijn weer aan het eind gekomen van deze uitzending. Over een week zijn we er weer. Dan zitten we geloof ik ergens tussen de carnaval in. Ik weet het allemaal niet meer. Volgens mij wel. Daarnaast is het carnaval. Daarvoor is carnaval. Goed, het maakt allemaal niet uit. Wij zijn er volgende week in ieder geval weer op zondag. En op vrijdag wordt deze uitzending herhaald. Ik wens je nog een hele fijne dag.